Hey jongens en meisjes, welkom bij weer een aflevering van amateurvissen.nl. Ik ben alles klaarmaken voor morgen. Morgen ga ik door het azen met Leo, Björn en de buurman van Björn. Wiens naam ik eventjes kwijt ben. En we gaan in de polder vissen. Ongeveer een uurtje rijden hier vandaan. En het is er maar 70 centimeter diep. Dus ik dacht, zei al tegen Björn, ik zeg, zit er wel snoek op zo'n laag water? Ja, zit wel snoek. Dus we zullen zien. Dus we gaan wel met de dobber vissen. Ik dacht eerst, als het wat dieper was, een meter of twee, dan vis ik vaak liever statisch. Maar dat is meer mijn eigen voorkeur. Maar als het maar 70 centimeter is, joh, dan ga ik lekker een dobbertje eraan en dan de takel. En dan ligt hij al op de bodem, denk ik. Niet normaal. Maar ik heb er wel veel zin in, want ik ben een tijdje niet meer buiten geweest eigenlijk. Even lekker frisse neus halen. En een mooie poldersnoek aflevering opnemen. Hopelijk zijn de vangsten goed. Maar dat weet ik van tevoren nooit natuurlijk. Zoals jullie op de achtergrond waarschijnlijk al kunnen zien, zit ik hier midden in de polder. En we hebben hier nog nooit gevist. Ik ben met Leo en Björn, buurman van Björn. En ik ben met de dobber aan het vissen. Is niet iets wat ik... Wat ik vaak doe, moet ik eerlijk zeggen. Dat is voor mij eigenlijk een beetje de eerste keer. En, een dikke horsemkereltje eronder. We hebben ze hier vlakbij een duiker liggen. En, het is een beetje in het midden van het water. En nog wat naar links. En daar ga ik even laten zien. En dan gaan we eens kijken of we daar iets op kunnen vangen. Dat is natuurlijk wel altijd spannend. Het is hier niet diep. Het is maar ik denk 70, 80 centimeter. Dus ben ik niet gewend om zo ondiep te vissen, maar het schijnt toch dat er wel vis ligt. Dus we zullen zien. Ik heb de dobber daar bij die duiker liggen ongeveer, zoals jullie zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op de camera, maar daar ligt die andere ook. En de buurman die staan daar. Die hebben ook aan de andere kant van de duiker nog wat liggen. En ik heb hem daar bij de duiker. En ik heb nog eentje... In het midden, hier zo, in het midden van de camera kun je nu zien. Daar heb ik er ook nog eentje liggen. En kijken of ze daar iets op willen doen. Nee. Ja. Nou, hij gaat niet helemaal onder, want hij ligt op de bodem, zeg maar. Kut. Ja, hij zit er nog. Ja, hangen. Hangen. Ik wist het. Komt ie. Hoppakee. Yes. Dankjewel, Leo. Leg me hier op de mat. Dat is de eerste. Op allebei de hengels beet gehad al. Ja. Leg hem maar neer, want hij is een beetje een tolle. Ja, hij is al los. Mooi. Ik heb de dingen tegen het toestel. Dat hoeft niet, jongen. Super. Ah, daar gaat hij weer. Zo jongens, dat was de eerste vis. Al vrij snel, na 10 minuten zoiets. En ik zag de dobber een beetje stuiteren de hele tijd. Denk een 30 seconden laten gaan zoiets. Denk, die slaat me aan, dat is hier hartstikke ondiep. Dus die dobber die trekt toch niet helemaal onder. Dus ik sloeg aan, had mooi in de hoek gehaakt. Mooi snoekje van denk... 70, 75. Ja, Leo, daar gaat die jongen. Hangen. Netjes, Leo. Kleintje, hè? Maar niet uit, hè? Moet je hem net hebben? Of. Zo, ik heb mijn vis gevangen, maar...
We vangen allemaal ons visje, leek het wel. Leo vangt er nu net ook een mooie. Ook die dommen weer wegstuiteren. Dus dat is niet verkeerd. Dus Leo is ook een vis. Zo, dat kunnen jullie niet zien, denk ik. Maar die meneer erachter, ik ben even zijn naam kwijt, buurman. Die had er eentje op de jerkbait. Ik weet niet of het een dik is, maar buurman die redt nu als een konijn door het veld. Met een enorm groot net. Even kijken bij buurman. Lekker modderig hier. Oh. Huh? Wat? Niet? Echt waar? Laat eens kijken. Zit, er zit een zilt in, ja. Inderdaad. Oh. Jongens, hier zit een zilt in zijn bek. Ah, dat is goed gegeten in ieder geval deze. Best, ja. Er zit een zilt dan ook. Ja, die had wel meer gegeten dan alleen een zilt, denk ik. Oh. Mooi man. Oh. Vis. Dat is een dikke, ja. Dat is echt een best hoor. Ja. Dikke pants. 87. Netjes. Maar hij is heel mooi dik. Hij is echt mooi dik, jongen. Zo jongen, de buurman die vangt net een dikke snoek. Oh, 87 centimeter. Een enorme dikke pens op de swimbait ving hij hem. Hij was hier wat aan het gooien iets verderop. En hij haalt hem aan de kant. Je kreeg de haak een beetje moeilijk eruit. Dus ik heb even de kieuwgrip gedaan zodat hij er beter bij kon. En er zat er gewoon nog een dikke staart van een zeelt. Stak nog uit zijn strot gewoon. Echt niet normaal. En die had de hele buik vol met zeelten volgens mij zitten. Dat kan bijna niet anders zitten. Echt een, voor zo'n watertje als dit, ook wel echt een enorme dikke pens. Dus niet verkeerd. Björn heeft ook bit. Sst. Hij zit er nog. Hij gaat nog, Björn. Wacht, laat maar even gaan, jongen. Hij gaat nog steeds, hè. Ja, daar gaat hij. Het beet. Meppen, jongen. Ja, die had hem wel. Jazeker. Kleintje, maar mooi. Netjes, Björn. We hebben allemaal een vis gevangen. Dat was geen kleintje, dat is de beste. Ja, goed, Björn op een half. Björn op een half, maar nee. Oh, die kun je zo terug achter de kop pakken. Dan hoef je niet in de net te rollen, die. Netje, Björn. Hoppatee. Plankje blijft zitten, Björn. Ik heb de camera aan, dus wat dat betreft kan die mooie. Het zou gewoon een prachtig momentje zijn. Mooi, Björn. Mooi, jongen. Wat lukt er? Hopla, van de nul af. Goed bezig. Je hebt de parasieten nog op zich zitten. Ja. Goed, man. Netjes. Zo, en Björn vangt ook zijn vis. Klein snoekje. Hij had de dobber echt helemaal tegen de kant aan liggen. Hij was er eigenlijk niet zo om het letten. Ik denk van ja, die ligt wel erg veel erg tegen de kant aan, zal hij wel niks vangen, dacht ik. Maar ik begon die dobber te dansen, jongen. Ik denk, what the fuck. En hij slaat aan en inderdaad een mooi snoekje weer. Dus we zijn met vier mannen, hebben alle vier een vis gevangen. Niet verkeerd. Zo,
Ik ga even van stek wisselen. Ik heb het gevoel dat het daar een beetje stilgevallen was. En hier is nog een kruising. Daar heb ik eigenlijk wel vertrouwen in. Als ik mensen nu moet uitleggen dat ik hier met twee dode horsmakrelen aan een touwtje door een weiland aan het baggeren ben, dan denken mensen: wat de fuck heeft hij voor een hobby? Maar wij vissers weten wel beter. Hè? Dat is het mooiste wat er is in het leven, jongen. Lekker buiten. Lekker de horsmakreeltjes uitlaten. Ik heb mezelf gevangen. Het kan niet heel complex zijn, denk ik. Even kijken. Kun je wat zien? Even kijken hoor, hoe zit dit? Zo'n daling hebben we ook nog beet hebben ook nog. Ja. Ah, hij had hem. Ik zie het niet heel duidelijk. Ging hij onder net? Ja, hij ging die kant. Hij ging. Nee. Nee, ja. Nee, Leo had erin. Leo, de Pike Master. Heb je hem nog? Los! Oh. Los! Jammer, Leo. Zo, jongens, we zijn even een andere stek verhuisd. Kijken wat het hier oplevert. We zitten nu allemaal op een punt. Leo zit daar, Björn zit daar en ik zit hier. Dat is ook wel een mooi watertje. Het is in principe hetzelfde water waar we net waren. Het staat allemaal in verbinding met elkaar, zeg maar. Het zal hier wel ook ongeveer even diep zijn, denk ik. Even hier zitten. Dat lukt op. Oeh. Ik heb even een schoenendoos vol. Hangen. Hangen, goed zo, jongen. We staan hier als toeschouwers, echt. Hè? Ja. Zo weer een mooie visje. Floortje. Ik zag hem in één keer doppen, jongen. Björn, kijk. Net hebben. Zo. Oh, hij is los. Ja, maar die telt. Jawel. Hé, hey, jongen. Helemaal, jongen. Maar wel goed. Was er maar één. Dat was er maar één. Ik keek naar je dobber, ik zie toenk! Zit hij er nog? Oh ja, ik zie het, ja. Laat me gaan. Laat hem gaan. Ik weet niet of jullie dobber van Leo kunnen zien, jongens. Maar daar gaat hij. Ja, hij zit nog steeds aan. Mooi is dat, hè? Wees in aflik. Dat is hier niet diep, hè, dus. Ik weet niet. Ja. En dit is nog steeds meer.
Kijk eens, daar gaat hij, jongen. Hoppa. Meppen. Meppen. Ja. Heb eens. Hoppa. Ho, ho, ho. Mooie leeuw. Ho, ho, ho. Actie in tent. Stop, jongen, die gaat hij dat allemaal lijnen. Ik zal even net erbij pakken, leeuw. Je kunt er beter bij, denk ik. Mooie vis. Oh, is in de wild hier. Ja, jongens, we zitten net op de nieuwe stek. Ik denk dat we nu een uurtje zitten of zo. Het was een hele tijd stil. En een keer zie ik die dobbel van Björn naar beneden schieten. Ik zei, Björn, die had beet. Hij sloeg aan en ging net voor de kant. Maakte hij even een salto boven water en dan sprong hij eruit. En dan zit hij verder vissen en dan hoor ik aan de andere kant van de brug hoor ik Leo roepen. Volgens mij heb ik beet, volgens mij heb ik beet. Die ging er de hele tijd goed vandoor met die dobbel. Was mooi om te zien. Een mooi snoekje, een dikke beuk. Dus we hebben niks te klagen. We zitten nu op 6 snoeken, hè? Bijna 7. Dus wat doe dat? Hè? Huh? Bijna 8? Ja, maar ik had die van Björn al meegeteld. En dat is 7 snoeken bijna. Dat is echt niet verkeerd. Mooi watertje ook hier. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Even kijken naar het commentaar op de vorige video. De vorige video was de video dat we waren gaan vissen op een nieuwe stek, waar we eigenlijk niet zo vaak geweest waren. Mooi snoekbaas gevangen en een snoek gelost. Roy Boman zegt, jullie zijn wel echte snoekbroeders geworden, ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Echt wel. What's in a name? En Maurice van Leeuwen zegt van, over die helling, vaar hem er gewoon op, heel simpel, ja. Ik ben sowieso geen expert in het trailen van een boot, maar het was niet zo'n fijne helling daar. Maar dat kwam ook omdat het water heel laag stond. Dus als het hoger stond, dan was het wel anders. Raymond Remer zegt, leuke video weer Tom en Jurgen. De video's worden met de week mooier en mooier. Dus de echte snoekbroeders. In de video laten zien hoe je de blaas doorprikt. Bij mij hangt de aasvis altijd, aasvis nooit recht. Ja, de blaas doorprikken. Gewoon, wij doen het meestal met de drechter en de hengsten. Maar volgens mij heeft Jeroen Brouwer van JB Predator Fishing, die heeft er ook een video over. En laat hij dat ook zien. Dus kun je ook even zijn kanaal checken. Mick Mang die zegt, wat een mooie scène was dat. Net buurman en buurman. Ja, we zijn ook net buurman en buurman allemaal. Noël, die zegt echt een hele sikke intro, dankjewel. Dat was wel veel werk. KB Fishing zegt, prachtige dikke snorkel.
zijn zo mooi om ze nu te vangen. Ja, die snoekbazen zijn erg mooi om nu te vangen. Ik weet niet of een snorkel een snoekbazen is. Ik dacht dat er meer van was, maar maakt niet uit. En even kijken. Leuk om naar te kijken. Ja, bla bla bla. Leuke opname, mooie video. Roy Bormans zegt, op 20 minuut 20 is er even niet te horen wat je allemaal lult. Nee, vind ik zelf ook wel eens lastig, maar ik ondertitel de video's wel tegenwoordig, dus je kunt eventueel ondertiteling aanzetten. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd precies begrijp wat ik een lullen ben, dus... anyway, dat was het weer jongens. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken van die leuke video. Even duimpje omhoog, een subscribe. En tot de volgende keer. Keep on fishing.